Breda Nu. In dit programma besteden wij extra aandacht aan de kanjers van Breda. Namelijk jij, de inwoner. We zien hoe sommige inwoners nog hard aan het werk zijn en hoe anderen hun quarantainetijd thuis nuttig besteden. Samen vechten wij tegen dit virus. Dit zijn de vlogs van en voor de kanjers van Breda. Hallo, ik ben Werner, een van de luiders van de klokluidersgilde van Breda. Wij luiden zeg maar voor de derde keer mee met een landelijk initiatief, de Klokken van Hoop. Daarmee willen we een boodschap afgeven van hoop, omdat we samen deze coronavirus door kunnen komen en dat we ook hoopvol kunnen uitkijken, zeg maar, dat het hierna weer beter wordt. Hierna mij zult u nog andere collega's zien die op andere locaties aan het luiden zijn. Dit is de locatie bij de Waalse Kerk. De klokken rondom Breda luiden afgelopen woensdag als teken van hoop om troost te schenken aan iedereen die de viering in de kerk nu moet missen. Om zo te laten weten dat we denken aan iedereen die op een of andere manier is getroffen door het coronavirus. Ook de klokken van de Antoniuskathedraal, die in deze tijden zwijgen, luiden mee op deze avond. Als teken dat het gebed wel doorgaat. En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in de vitale beroepen. Wij waarderen hun inzet en we zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. We denken in het bijzonder aan de mensen die dag in dag uit klaarstaan om hun medemens te helpen. En zo luiden we voor iedereen. Speciaal vandaag voor iedereen met een zogeheten vitaal beroep. Omdat die nu eenmaal meer aan de bak moeten vandaag de dag dan normaal gesproken. We luiden vanavond ook vanuit het stadhuis. Oudsher de verbindingsplaats tussen alle bewoners van de stad en het besturen van de stad. We luiden dus ook voor alle bewoners. Iedere woensdagavond, tot nu toe, voor die ene stip aan de horizon, steeds weer opnieuw. Er is ons gevraagd vanuit het landelijk initiatief, om tussen meer dan 600 plaatsen aan meedoen, om daarmee door te gaan. Dat gaan we ook doen. Uiteraard laten we weer graag van ons horen. We hopen daarbij dat ondertussen iedereen zoveel mogelijk naar elkaar blijft luisteren. Hoi, ik ben Karin van Via Kaat en ik ben interieurstyliste en werk nu dus ook vanuit huis. Mijn dagen zijn heel divers, want soms werk ik hier. Oké, dat was niet helemaal de bedoeling dat jullie horen, maar ja, laten we er juist in zitten. En soms werk ik dus hier. En ook het thuiswerken met de kinderen gaat natuurlijk supergoed. Niet alleen ik ben weer thuis, maar jullie natuurlijk ook. We leven nu in een hele onrustige tijd en ik denk dat het jullie kan helpen door meer rust in huis te creëren. Ik ga jullie daar twee tips voor geven en ik ga jullie nu de eerste vertellen. Tip 1 heeft met alles met kleur te maken. Je creëert rust in een interieur als je werkt met 3 basiskleuren en maximaal 2 accentkleuren. Kijk eens kritisch rond in je eigen woonkamer, keuken, of jij dit ook hebt. Het kan zijn dat je misschien te veel verschillende kleuren gebruikt, wat kan zorgen dat het wat onrustiger is. Haal een accentkleur weg en kijk eens of je dan meer rust krijgt. Succes! Gaan we zo naar tip 2. Tip 2 kun je doen met de spullen die je nu allemaal in huis hebt. Zorg ervoor dat je al je losse spulletjes in een mandje doet. Iedereen heeft veel spullen, maar door dit allemaal bij elkaar in iets gezelligs, een mandje, een draadmand te zetten, wordt het meteen niet zo rommelig. De volgende tip heeft te maken met spulletjes bij elkaar zetten. Probeer groepjes te maken. Probeer daarbij het getal 4, dus 4 spullen, te vermijden. Je kan dus kiezen voor een groep van 2 of een groep van 3, maar 4, dat werkt dus niet zo goed. In ieder hoekje hoeft ook niet iets te staan. Dus probeer ook lege ruimtes te houden. Als laatste bij deze tip, probeer met dingen buiten het kader, dus bijvoorbeeld hangende planten, beeldjes die over de planten hangen, het geheel te verbinden. Dan krijg je niet 3 losse planken, maar wordt het een geheel. En ook dat zorgt dus weer voor rust. Ik ben benieuwd naar jullie resultaten.
Ik hoop dat jullie met die tips wat rust kunnen creëren in huis in deze heftige tijd. Ik heb niks te klagen. Wij zijn hier allemaal gezond en genieten zoveel mogelijk van het zonnetje. Thuis natuurlijk. Ik wil iedereen bedanken in de zorg, maar ook in de supermarkt. En ik wil ook iedereen bedanken die de maatregelen serieus nemen, zodat we er op deze manier doorheen kunnen. Want we doen dit met elkaar en we doen dit voor elkaar. Let goed op jezelf. Hoi, ik ben Larissa en ik werk momenteel op de spoed in het Amphia ziekenhuis. Tot 2 weken geleden werkte ik in het Amphia ziekenhuis als gynaecoloog in opleiding. Maar sindsdien zie ik eigenlijk vooral coronapatiënten op de spoedeisende hulp. Om daar andere specialisten in te ondersteunen. Om meer patiënten eigenlijk te kunnen zien en de doorstroom te verbeteren. En je ziet in die 2 weken dat er eigenlijk een heleboel veranderd is. Dat we ons veel bewuster zijn geworden van alles wat er eigenlijk om ons heen speelt. En dat we ook veel bewuster van elkaar zijn. En dat we elkaar helpen. En dat is iets wat ik heel prettig ervaar. En ik ga jullie in deze vlogs een beetje meenemen door mijn dagen heen. En wat ik zo al aan de dag doe. Dus vanochtend ben ik om 7 uur begonnen. En dat betekent dat ik rond 3 uur, 4 uur ongeveer klaar ben. En dat ik dan richting huis ga. En dat is denk ik ook wel belangrijk om ook genoeg rust voor jezelf te nemen. En ik denk dat dat is wat bij ons goed geregeld is. Omdat er veel mensen van andere specialismen zijn ingezet, zie je dat de diensten eigenlijk relatief kort zijn voor ons daardoor. Je doet wel redelijk veel diensten, maar de diensten zelf die zijn eigenlijk hartstikke kort. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Dus wat ik dan doe na zo'n dienst, als ik rond 3 uur terug ben, dan ga ik even een rondje hardlopen om wat dingen op een rijtje te zetten. Nou, ik zit weer in de auto onderweg naar mijn volgende dienst. Ik heb vandaag een avonddienst die tegen me gaat. Iets eerder begint bij ons op de spoedeisende hulp. Omdat we vooral merken dat er in tussen 2 en laten we zeggen 7 uur een echte piek is aan het aantal coronapatiënten wat zich presenteert. Dus mentaal bereid ik me dan in de auto al even voor over wat er nou te verwachten is. Hè. Dus wat ik straks kan doen en wat ik straks weer kan verwachten. En ook wat de laatste updates eigenlijk een beetje zijn over corona. Dus heb ik vanmorgen even de RVM-update gekeken. Nou, je ziet dat het aantal IC-bedden toch wel krap aan het worden is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het er nu op mijn werk voor staat. We krijgen daar elke dag een update over doorgestuurd. Dus daar zal ik jullie straks ook even op de hoogte brengen. Maar nu ga ik weer even verder met mijn mentaal voorbereiding. Ik zorg dat ik goed heb gegeten en goed heb gedronken. Want soms kan het best wel even duren voor je daar weer aan toe komt. Als het echt heel druk is en ambulances op en af rijden. Hier zie je ook weer een bord hoe we de patiëntenstroom eigenlijk verschillend willen laten. En eigenlijk worden op allerlei manieren, dus bij de balie eerst al mensen uitgevraagd bij de beveiliging. En daarna hier ook weer bij de balie nog een keer om die patiëntenstroom echt helemaal gescheiden te komen houden. En het eerste wat we doen als we ons werk aankomen is eigenlijk een pak halen. Dus dat is ook wat ik nu ga regelen. Dat is ook heel fijn aan zo'n pak wat je aan doet. Daardoor is het toch een beetje afstand wat je creëert tussen je werk en je thuisomgeving. En dat doen we door middel van een aantal automaten. Dus ik ga nu even mijn pak bestellen. En die komt dan zo uit een van de automaten hier aan de zijkant. En door je pak aan te trekken en straks ook weer uit te trekken, kan je toch een beetje wat meer afstand houden van alles wat je meemaakt. Voordat mijn dienst begint, kijk ik altijd nog heel even snel hoe het met de patiënt is die ik afgelopen keer heb gezien. En hoe de huidige stand van zaken eigenlijk is. En dat doe ik het liefst niet op de spoedeisende hulp, want anders word je gelijk alle kanten opgetrokken. Dus dat doe ik nu nog even op mijn eigen afdeling, wat oorspronkelijk de gynaecologie is. Dus ik heb net even gekeken naar een patiënt van afgelopen maandag waar ik me eigenlijk zorgen over maakte. En eigenlijk supergoed nieuws, want ik had eigenlijk verwacht dat hij achteruit zou gaan. Maar het gaat juist eigenlijk een heel stuk beter dan gedacht. En helemaal omdat hij ook wel in de risicocategorie ging, had ik me toch wat zorgen over gemaakt de afgelopen dagen. Want ik was een dag vrij geweest tussendoor. Dus dat is eigenlijk hartstikke fijn. Verder heb ik even gekeken hoe de IC-capaciteit nu is, om te kijken of we daar nog genoeg speling in zouden hebben. En we krijgen daar elke ochtend een update van, dus dat is echt super fijn dat dat wordt gedaan. En als je nu kijkt, liggen nu 34 mensen op de IC. Dus daar is echt nog wel ruimte in ieder geval om een aantal mensen op te vangen. Dus dat is wel fijn, omdat je weet dat je dat altijd nog achter de hand hebt. Want als je ziet hoe in Nederland alle intensive care eigenlijk eens hun capaciteit hebben uitgebreid, denk ik dat dat echt heel bijzonder is. Dat er dingen zijn die we vroeger, dus
Dan heb ik het over een maand geleden, dat dat niet zomaar kon en dat dat nu eigenlijk toch overal is gedaan. Dus ik denk dat we daar als Nederland ook super trots op mogen zijn. En dat we wat dat betreft ook hier in Nederland niet zo snel die Italiaanse perikelen zien met mensen die in tenten worden opgevangen, omdat het eigenlijk hier super goed geregeld is. Er is hier echt nog voldoende plek op de normale afdelingen die helemaal vrij zijn geruimd voor de coronapatiënten. Dus ik denk dat dat echt heel fijn is en dat we daarom ook echt op de goede gezondheidszorg moeten vertrouwen die we hier hebben. Breda Nu.